Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een keer wat anders. Ik heb hier een hele oude locomotief. En ik heb in het verleden een aantal keer een paintjob gedaan op nerfguns. Om ze er realistisch uit te laten zien. En ik dacht, laat ik dat eens een keer proberen op een oude trein. Kijk, dit ding het valt uit elkaar. Maar de behuizing ervan heb ik hier nog. Ze zien er altijd zo plastic uit. Ik heb hier Rubber Buff, Silver Leaf, wat in feite zilverpoeder is in petroleumolie. Nou, als je dat een heel klein beetje op een oude handdoek doet, dan kun je daarmee wrijven. En rubber, als je dat doet op plastic, eens kijken, dan laat dat een heel klein beetje zilver achter. Even kijken of ik hier nog eens een hoekje heb waar wat meer op zit. En omdat het dus wat zilver achterlaat, accentueert het alle oppervlakten die een beetje uitsteken. Het gevolg is dat zo'n trein er ineens heel metalig uit gaat zien. Nou, ik heb dit bij niet veel treinen gedaan, omdat het komt nogal nauw. Dit is een kapotte trein, vals aan afgebroken. En het is een leuk experiment om eens te kijken wat er nou uitkomt. Op het moment dat je dit opwrijft, alle krasjes komen naar voren. En het zal in eerste instantie ook veel te heftig zijn. Dus wat ik nu ook aan het doen ben, is met een droogstuk van de handdoek een beetje de heftigheid eraf halen met mijn nagel en de handdoek, zodat het meer metalig wordt, echt alsof die versleten is, maar niet alsof alle verf er vanaf gegaan is. Dus op deze manier kun je ook botsschade bijvoorbeeld doen, waarbij je een deel van het plastic zou misschien door wat voor ongeluk je dan ook afgebroken kunnen zijn. Als je daar dus dit op smeert, dan wordt dat plastic heel fel zilver. Net alsof het afgebroken is. En je dus de metaal aan de binnenkant van van het locomotief of van het treinstel ziet. Nou, ik vind hem nu nog wat heftig. Ik ben heel benieuwd hoe dit er op camera uitziet. Normaal gesproken, even kijken. Dit is de niet bewerkte. Ik zit hier een beetje met lichtreflectie. Dit is de normale. Zo is hij denk ik het beste. En ja, ik denk dat je zo toch het minste reflectie hebt. Ze horen nog wel wat. Ja, ik moet zeggen, ze worden wel wat shiny van, maar dat is echt de belichting die ik hier heb voor deze filmset. Maar als ik er zo zelf naar kijk, dan valt het eigenlijk best wel mee. Ik denk al dat ik er nog een keertje met een borstel overheen moet om het ergste ervan af te halen. Het is een beetje Pop Ross. Are no mistakes, only happy little accidents. Op het moment dat je een trein gaat bewerken dat hij er verweerder uitziet, geldt eigenlijk hetzelfde. Het is niet zo dat je echt hem gaat slopen of dat er niet meer uitziet. Nee, je gaat gewoon een beetje er met een doek doorheen, met een borstel eroverheen. En het krijgt gewoon net wat meer leven. Het komt net wat meer tot leven dan wat je normaal gesproken op de baan ziet rijden. Maar als je echt los wil gaan, dan heb je ook nog de mogelijkheid om er even lopen. Zo. Ik gebruik daarvoor twee kleuren acryl en soms nog een derde. Die mix ik door elkaar en dan krijg je een roestkleur. En met een borstel zoals... Mijn borstel is verdwenen. Ja, kijk hier. Je ziet ook dat er roest aan zit.
Kun je vervolgens roest toevoegen op delen van zo'n terrein. Laten we dat trouwens niet bij deze doen. En dit is opgedroogde verf, dus maakt niet zo uit. Dan kun je dus roest toevoegen op plekken om krasjes te verbergen of om net wat net wat meer karakter te geven. En ik moet zeggen, het is een beetje, het is een beetje balanceren tussen net weer te veel, net weer te weinig, maar het brengt gewoon, ja, het is een mooie afleiding tussen al die hele mooie zwarte treinen of hele mooie zilveren treinen die er heel goed zilver, rode treinen die er rondleiden. Net even eentje met wat meer detail. Kijk eens aan. Maar het is altijd even oppassen met wat voor trein je dit doet. Ik zou dit niet doen op je nieuwste Fleischmann ICE of iets dergelijks. Zo. Ja. Dat was eigenlijk wat ik wilde laten zien. Ik ga dit waarschijnlijk toepassen op die andere die je net in beeld zag. Omdat die... Nou, trouwens, ik zou goed deze kap kunnen recyclen. Hier heb ik redelijk wat onderdelen uitgehaald. En deze is best kapot. En dat zou ik wel eens... Ik zou deze kap misschien wel kunnen gebruiken voor die andere. En dan krijg je een wat verweerdere trein. Die er net wat anders uitziet dan alle andere. Ik hoop dat dit een leuke afwisseling was. Nou, dank voor het kijken en tot een volgende keer.